Hallo kiddoki, allemaal superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga je vandaag meenemen in een aantal voorbereidingen die ik ga treffen voor Amerika. Het kan best zijn dat, het is over 3 weken al, dat gaat echt hard. En ik moet nog een aantal dingetjes regelen. Het kan best zijn dat ik dit over een aantal weken verspreid. Dat ik misschien nog wel in deze vlog ook mijn koffer in ga pakken en dergelijke. Echt de dag voor vertrek. Ik heb echt iets heel doms gedaan. Ik ben mijn paspoort kwijt. Dat ding zit jaren, maar dan ook echt jaren, in mijn handtas. En hij is nou nergens meer te vinden. Dat is een heel gedoe, want je moet een nieuw paspoort aanvragen. Je moet die oude als vermist opgeven. Kost geld. Je moet nieuwe pasfoto's laten maken en de hele mikmak. En het is gewoon heel gedoe. Maar ik ga even beginnen met de pasfoto's. En dan ga ik dadelijk even kijken hoe ik bij de gemeente Tilburg mijn paspoort als vermist moet opgeven. En wanneer ik dan een nieuwe kan laten maken. Dus ook weer echt zo'n vrouwtje actie. Maar goed, Inge weet dat ze met mij op vakantie gaat. En ze kent me al heel lang, dus ze weet heel goed wat ze van me kan verwachten. Als je nou denkt van, joh, vrouwtje, je ging toch altijd met Daphne op vakantie? Ja, dat klopt. Maar Daphne heeft een heel lief gezinnetje en 2 kindjes. En we zijn nog steeds dikke maatjes en dikke vriendinnen. En ik ben ook peettante van haar kindje, haar oudste zoontje, Mats. Ze heeft ook een dochtertje, Lizzie, is ook zo'n scheetje. En dus op vakantie gaan samen zit er niet in. En Inge en ik gaan ook heel graag samen op vakantie. Dus dat is niks persoonlijks naar Daphne of zo. Dus mocht je allerlei verhalen in je hoofd halen, is helemaal niet aan de orde. Maar we gaan gewoon even pasfoto's laten maken. En de kleine monsters kunnen naar Robi. Ja, jullie gaan bij tante Robi logeren, Baco. Ja, dat is mama de vinger. En Whisky en Hein ook, hè. Ja, Whisky en Heineken gaan ook lekker bij Robi logeren, bij tante Robi. Die heeft een hele grote woonkamer en daar konden ze gelukkig nog bij. Ze heeft ook 2 cavia's en een kat en weet ik veel. Ze heeft een hele boerderij met dieren. Dus daar konden 3 kleine monsteltjes nog wel bij. Ik moet trouwens ook konijnenvoer voor hun halen. Oh, en het hooi is ook op, zie ik. Surprise op mijn auto. En dit moet je eraf halen, want anders dan trekt hij helemaal in je lak. Zal ik hem gewoon even door de wasstraat rijden. Het ziet er nog aardig nat uit, dus ik denk dat het net gebeurd is. Stinkvogels. Bleh. Ik was even voor de pasfoto's op jacht. Dan moet ik die ook weer niet kwijt zien te raken. Maar hier hebben ze allemaal zo leuke gezelschapsspelletjes. Ik wil een keer op keer 3. Maar ja, die zal niet uitkomen, denk ik. Dus deze anders dan gewoon een keer. Ja, kids, makkelijker. Maar ik ben even bij de Big Bazaar en ik zie deze. En ik denk dat ik deze eens meeneem. Die heb ik niet. En dat is handig om je vieze kleding in te doen als je op vakantie bent. Ik kwam hier eigenlijk voor afwasmiddel, want dat heb ik nog nodig. Deze neem ik ook maar meteen mee. Het is ook een soort van voorbereidingen. Ik zie hier ook rijstekkers, alleen mijn vader komt dat denk ik in om. Dus ik denk dat ik die wel van hem kan lenen. Maar dat is natuurlijk zonde om te kopen als je het kunt lenen van iemand. Dus die ga ik niet meenemen, maar dit heb ik wel ook aan Inge geadviseerd. Want ja, Inge is ook nog nooit in Amerika geweest, dus dan er zijn wel dingen, ja, daar moet je wel aan denken. En op vliegveld kopen is gewoon duur. Omdat ze deze hier ook hadden, en neem ik een paar mee ook voor op vakantie. Want hotels kunnen nogal smoerig zijn en dan kan Inge ook lekker tv kijken als ik wil slapen of iets verder. Want dan kan ik natuurlijk uitlenen natuurlijk. En bij de blokker is de rijstekkers zijn zelfs goedkoper nog. Dus dat is eigenlijk wel heel grappig stiekem. Zo, een paar dagen later. Gelukkig heb ik weer een nieuw paspoort. Het is ook echt zo'n ding van mij. Ik ben dan een paar dagen voor, of wat is het, 1,5 week, 2 weken voor mijn vakantie dan ineens kwijt te raken. Echt weer zo'n typisch vrouwtje ding. Zou ik maar zeggen, maar ja, het is zo. Ik heb het trouwens bij de Kruidvat geweest, ik heb wat dingen geswatcht. Maar die zijn allemaal die Maybelline, die boven is van Essence. Maar die is dus niet kissproof trouwens. Dat zie je, want die geeft af. En die onderste zijn de Maybelline Vinyl Ink lipstick lipglosses. En die wil ik in Amerika een paar gaan kopen. Dus ik was alvast wat gaan swatchen. Maar daar gaat deze video helemaal niet om. Mijn paspoort. Je kan dus binnen 5 werkdagen je paspoort ophalen. Maar ik kon dus 17 juli zelfs pas een afspraak maken. Dus dan had ik hem niet op tijd. Dus ik heb bellen. Ja, dan moest ik toch een spoedaanvraag doen. Ik zeg, ja, maar dat vind ik gek. Want ik moet betalen omdat jullie niet eerder plek hebben. Weet je, als je. En toen zei ze van. Ja, dan kunt u dan en dan komen. Maar dan duurt het alsnog 5 werkdagen. Ook als ik dan een spoedpaspoort aanvraag. Ik zeg, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik bedoel, weet je, als ik dan betaal voor een spoedpaspoort, wil ik hem ook de volgende dag. Nou, heel veel gedoe. En uiteindelijk is dan toch geregeld. Ik heb een paspoort samengevat. Waar ik nou zin in heb. Ik had op internet gezien hoe je een DIY kon doen. Van gezichtshanddoekjes, bewaar-etuietjes te maken voor je kwasten en voor je tandenborstel en dat soort dingen. En dit is ook gewoon makkelijk, meteen badstof en daar kan ik dus mijn make-up kwasten in doen.
En mijn tandenborstel en mijn tandpasta en dingen die een beetje nat kunnen zijn, zou ik maar zeggen. Ik heb deze bij de Action gekocht in een naaigaren. En ik ga dus even laten zien wat ik bedoel. Dan zou je dit dus zo vast kunnen maken. En hier in het midden eventueel ook nog dat je ook aparte vakjes hebt. En dan kun je dus hier je kwast of iets in doen. En die ga ik denk dat ik ze ook maar gewoon alle drie ga maken. Komt altijd van pas. Gewoon makkelijk. Ik ga wel even die lipgloss van mijn handen halen. Want daar irriteer ik me toch best wel aan, merk ik. Nou, eens even kijken hoor. Ik ben echt helemaal geen naai- of breikampioen. Ik denk dat ik mijn naald dan niet eens door mijn draad krijg. Kun je nagaan. Wit is mooier, denk ik. Of zou ik misschien, als het echt niet anders kan, ook wel met veiligheidsspelden of zo kunnen doen. Oh, wacht, volgens mij hebben we ook... Ja, kijk, zie je, we hebben ook grotere ogen. En dan komt nog eens zo'n pielwerkje. Dan moet hier dus een knoopje in. Ik ben ook benieuwd of het allemaal houdt, zou ik maar zeggen. Dat je, als je dat een beetje druk op zet, dat het dan loslaat. Want het is allemaal heel leuk, die do-it-yourself dingen. Maar goed, we gaan het zien. Moet ik hier weer een keer doorheen pielen. Oh, nou gaat het relatief makkelijk. En dan ga ik dit dus hier vastmaken. Kijk, en het hoeft er wat mij betreft niet heel mooi uit te zien. Ik bedoel, de roze op de grijze is misschien niet nou echt heel erg een goede combi of zo. Maar als het maar functioneel is. Als ik dit zo zie, dan denk ik altijd, hoe hebben ze mij toch in godsnaams een dialyse-diploma kunnen geven? Ik bedoel, met mijn shunts zit ik er toch, shunts aanprikken, zit ik er toch, zie je, nou zit ik er weer naast. Zit ik er toch heel vaak in. Vaker wel dan niet, gelukkig maar voor de mensen die je aan moet prikken. Shunt is trouwens een verbinding tussen een ader en een slagader en dat gebruiken we voor de dialyse. Mocht je het niet weten, dan bij deze. Even omdraaien. Dan moet ik die weer knopen. En mocht je het iets interesseren, want dat is natuurlijk een tweede, maar dan weet je waar ik het over heb in ieder geval. Kijk, het is een zakkie. Dan kan ik er hier nog een zakje maken. Kijk, en als je heel goed gaat inzoomen, zie je juist wel dat het niet mooi is. Maar ja, weet je, A, zie je het bijna niet. En B, is het ook maar gewoon een functioneel iets. Het hoeft niet heel mooi te zijn of zo. Oh, sorry. Even dit met de video te maken. Maar ik doe net een ontdekking dat mijn Bobbi Brown eyeshadow stick in mijn toilettas zit. En hier ben ik zo blij mee. Want die was ik dus kwijt. En ik was dus bang dat ik hem had weggegooid. Dat is echt de mooiste kleur. Ook schaduwkleur ever. En ik was dus bang dat ik hem had weggegooid. Dit is overigens nog een overblijfsel van mijn vorige reis naar Amerika. Die kreeg ik gratis toen ik een shimmerbrick kocht. En ik ben zo blij dat ik hem weer heb. Want ik dacht echt van, oh, dan moet ik een nieuw gaan kopen. Dat is 30 euro voor een fucking oogschaduwstick. Sorry, geen net woord. Maar ik ben blij dat ik hem weer heb. Maar, dit is hem geworden. En dan kan ik dus zo wel even mijn kwasten wassen voor ik op vakantie ga. Want deze zit dus al heel lang in mijn toilettas. En dan kan ik dus zo mijn kwasten opbergen. Misschien is het ook handig. Even kijken hoor. Moet ik kijken hoe ik dat doe. Om ook van die, misschien ga ik die ergens loskopen, van die drukknoopjes, zou ik maar zeggen. Die je ja, het hier vast kunt maken. Maar eigenlijk is het zo ook wel prima, toch? En dan kan ik dus ook voor mijn tandenborstel en zo doen. Waar ik dus achterkom dat, ja, dat is het wel hier. Kijk, en dan ga ik er dus een beetje maken voor mijn tandenborstel en mijn dingetjes die kunnen lekken. En reken maar van yes, dat vrouwtje die Crest heel veel opnieuw gaat kopen in Amerika. Ik moet trouwens mijn tandenborstel misschien nog eens even een keer goed schoonmaken ook. Trouwens, ik heel de tijd tijdens het maken van dit, dat liedje van Jochem Meijer in mijn hoofd. Dat is een irritatiefactortje. Dus ik ben er wel achter dat dit soort dingen niet aan mij besteed is. Oh kijk, die zitten die drukknoopjes gewoon in dat naaimandje. Die van de Action van 2 euro nog iets zit. Dit gewoon bij in. Oh, dat is handig. Dat ga ik mogen doen. Ik heb mijn badwater aan, want ik ga lekker een bad. Zo, het is nu de vrijdag voordat ik op vakantie ga. Ik ben wel blij, want ik heb dus geregeld dat er dus iemand in mijn huis is als ik op vakantie ben. Ik heb iemand die eventjes op mijn huis past en daar ben ik heel blij mee. Dat is win-win, want die heeft onderdak en ik heb een weet dat er iemand in mijn huis is. Ik wil vandaag Alcatraz gaan boeken en mijn medicatie ophalen. En ik heb ook even kijken een to-do-lijstje gemaakt voor de vakantie. Ik wil een keer onder de zonnebank, want anders ga je, ja weet je, je moet je huid gewoon een beetje voorbereiden op de zonnebank of op de hitte daar. En dat kun je beter doen door even alvast een beetje aan te bruinen.
Mijn formulieren heb ik geprint. Ik ga vandaag ook dollars ophalen. Mijn koffer inpakken kan ik ook het liefst zaterdag of zondag doen. Mijn tuin wil ik gefractioneerd hebben, want dan heb ik meer rust in mijn hoofd. En ik ga dus de dingen die vandaag op mijn to-do-lijstje stonden, waar heb ik hem? Hier Alcatraz-boek en mijn medicatie ophalen. Mijn medicatie ga ik nu ophalen, want dan heb ik genoeg voor de vakantie. En ik wil ook nog even naar de Kruidvat. Want ik heb een bon gekregen van mijn werk, voor mijn slagen. En die hoeft natuurlijk niet alle minuut op. Maar ik zag een paar hele mooie producten van Essence voorbij komen. En die wil ik ook graag testen voor Instagram. We gaan eens even kijken of ik de Verenigde Staten in mag. Of mijn ESTA-document is goedgekeurd. Want ik heb een update via de mail. Even kijken, hoe werkt dat ook weer? Deze moet ik hebben. Die. Ja. Yes, ik mag ook binnen. Joehoe. Nou, mijn medicijnen ophalen heb ik gedaan. Alcatraz boeken. Ik heb Inge even geappt van wanneer ze naar Alcatraz zou willen. Dat we daar even kunnen overleggen. Mijn internetbundel buiten Europa ga ik nou aanvragen. Ondertussen heeft mijn wasje uitgehangen. Dan kan ik lekker met een relatief lege wasmand gaan. Dat is ook wel geen fijn voor degene die achterblijft. Zoals je ziet moet de tuin echt even aangepakt worden. Ik wil gewoon de meeste dingen gewoon klaar hebben voordat ik vertrek. Dat ik met een rustig hoofd kan gaan. En mama de konijntjes gaan naar tante Roy. Hè? Een vriendin van mij. Hoi Wiskertje. Hallo. Mooi even kinderen. Ja. Want ik vind het niet fijn. Degene die in mijn huis achterblijft, die hoeft niet de sores van mijn konijnen te sjouwen. Ik bedoel, en dit was al afgesproken voordat ik wist dat er iemand in mijn huis zou komen. Ik moet nog wel even de toilet vervangen. Zie ik via de toilet niet zelf, maar de zaaksel toiletjes verschonen. Terwijl mijn bad volloopt, want ik vind dat ik een even relax avond verdiend heb. Hoewel, ik ben eigenlijk alleen maar voor YouTube bezig geweest, omdat ik daar gewoon heel veel zin in had. En veel dingen van mijn to-do-lijstje heb ik niet afgewerkt, moet ik zeggen. Maar terwijl mijn bad loopt, kan ik wel even Alcatraz reserveren. En even kijken waar het ook het goedkoopste is. Ik ben bang dat dit best een duur grapje gaat worden. Ja, dat bedoel ik. Dat vind ik best een duur grapje. Dat betaal je ook voor een pretpark. Maar goed, we willen het graag. Dus dat gaan we ook doen. En dit is denk ik ook wel inclusief de ferry. Dus dat je ook de boot en zo hebt. En ik hoop ook het ticket onderin te komen. Nou, eerder dit geladen is, zijn we alweer terug van vakantie, denk ik. Het duurt lang. 2 woorden, 9 letters. Duurt lang. Of bier halen kan ook, maar dat is hier niet van toepassing. Zo, ik ga even mijn toilettassen uitzoeken. Die klutteren, daar komt een aparte video van online. Maar ik ga straks wel even laten zien welke make-up ik mee ga nemen. Ik ga even laten zien welke make-up er allemaal mee gaat. En geloof me, dat is echt niet veel. Zeker voor mijn doen niet. Maar ik heb net allemaal uitgezocht. Maar dat komt ook omdat ik graag in Amerika een en ander wil kopen. En we gaan de tweede dag al naar de Walmart. Dus dan wil ik ook niet al te veel meenemen. Die kwasten ga ik trouwens nog wassen. Evenals mijn Beauty Blender. Die heb ik er in Berlijn in gedaan. En die moet gewoon een keer worden gewassen. Ik neem mijn favoriete primer mee van Hourglass. Deze heb ik een klein beetje bijgevuld met mijn grote verpakking. Die trouwens ook bijna op is. Dus die moet nu worden gekocht in Amerika. Want dit is mijn favoriete primer ever. Mijn foundation neem ik de Hourglass. Ambient Glow foundation mee. En de Estée Lauder Double Wear. Die meng ik heel graag voor het mooiste resultaat. En ook het meest lang houdbaar. En deze neem ik mee van Trendtop van de DM. Het is een getinte dagcreme die zich aanpast aan de kleur van je huid. Ik heb nog niet geprobeerd. Dus een beetje de gok. Maar ik hoop gewoon dat die goed is. En ik weet ook helemaal niet of ik hem ga gebruiken. Weet je, misschien ga ik er ook wel helemaal geen gezichtsmake-up dragen. Want het is daar gewoon heel warm. Ik neem een oogschaduwbasis mee van NYX. Ik neem een kleine mascara van Maybelline mee. Deze is nog ongeopend en ongebruikt. En een waterproof variant. Zodat ik een beetje kan kiezen welke ik wil. Ik doe alles een beetje door elkaar. Wat Nikia Joy poeder mee. Want ik weet gewoon dat deze heel erg goed is. En ook als het warm is en als ik olieachtig ben. Mijn huid olieachtig is. En deze poeder om een beetje los te fixeren. Deze zou ik ook gewoon kunnen gebruiken om een klein beetje mijn gezicht wat matter te maken. Deze fixing spray van Essence. Deze is al wat ouder, maar die is nog steeds heel erg fijn. De Essence You Better Work Gym Proof Fixing Spray. Aan oogschaduw neem ik echt niet veel mee. Ik heb dit letterlijk als oogschaduw. Gewoon een paletje met allemaal de kleuren. Warm, cool, weet ik veel wat. Jammer dat dit niet van meer roze is. Dat is paars, maar goed. Wat ik al zei, ik kom de tweede dag dus in de Walmart. En dan ga ik vast wat kopen. En een Easy
monootje van NARS. En deze liquid oogschaduw voor eronder. Dat hij net wat meer power heeft. Oh, een eyeliner moet ik nog pakken. Zie je, daarom is het gewoon goed om deze video's te doen. Deze van Friara neem ik mee. Die zit in mijn everyday bakje. En die is gewoon heel erg fijn. En ik heb er nog een in mijn everyday bakje zitten. Dus het is niet dat ik die dan te kort kom. Eén lipkleur. Ja, één lipkleur. Nou, waarschijnlijk ook wel eentje mee in het vliegtuig. Dit is een Max Factor kleur. En ik weet gewoon dat die gewoon prima blijft zitten de hele dag. Dat ik er heel dag geen omkijken naar heb. En ja, deze horen bij elkaar. En het is ook gewoon een, ja, een kleurtje wat overal bij kan. Een 3-in-1 wenkbrauwproduct, een spoelie, een potloodje en zo'n poedertje in een, met zo'n sponsapplicator. Een kleine concealer van Urban Decay, de Naked Skin Huppeldepups, geen idee meer. Maar deze is bijna op en dat is prima. Een Kiko potloodje, een romig skin, ja, huidskleurig kleurtje. En dat is heel mooi voor op de waterlijn. Een pincetje zat al in die andere dingen. Maar nog, ja, is wel handig om te hebben. En dit zijn mijn enige gezichtsproducten die ik meeneem voor de kleur op het gezicht dan. Zo'n boekje van Tarte. Mijn highlighter, een blush en een bronzer. En deze voor de glans. Dit zou je ook gewoon prima als 3-in-1 product kunnen gebruiken. En dan gaan deze kwasten mee. Een blending kwast. Een dieper crease kwastje. Een blushkwast, een grote poederkwast, een highlighterkwast en een bronzerkwast. En dit is alles wat er mee gaat aan make-up. Meer gaat er niet mee. Ik ga me er morgen mee opmaken en dan kijk ik of ik nog iets mis. Dan kan ik dat nog toevoegen. Zo, schone kwastjes. Die kunnen vannacht lekker drogen. En mijn toilettas weer gevuld. Weer iets van mijn to-do-lijstje afgewerkt. En deze spons leg ik lekker te weken in een badje van baking soda, citroen, sap en een beetje afwasmiddel en wat water. Dan is hij morgen weer lekker schoon. Goedemorgen. Nou ja, zullen we dat goede even weglaten? Ik moet heel even schrijnen hoor. Heel even iets negatiefs in deze video. Maar ik ben echt pisswoest op de gemeente Tilburg. Een tijdje geleden ging ik parkeren om een medicatie op te halen. En de parkeermeter was echt best wel verderop. Of je moest oversteken, maar ik had op dat moment een blessure en het was super druk op de Korvelseweg was dat. Het was super druk en ik denk als ik nou ga, dat is ook geen zebrapad of niks, als ik nou ga oversteken, ik kan wel lopen met mijn blessure, maar ik kan niet snel lopen. Dus ik loop naar de parkeermeter een paar meter verderop, of een paar meter, op de Korvelseweg vind ik sowieso dat er heel weinig parkeermeters zitten. Dus ik loop een stukje verder. Dat heeft wel even geduurd, want ja, ik kan niet snel lopen. En dan kreeg ik een boete op de mat. Maar ik denk, ik heb mijn bankafschrift dat ik betaald heb. Dus ik stuur dat bankafschrift. Bezwaar ongegrond verklaard. Want de tijd tussen het lopen, zeg maar, en de parkeertijd is verlopen. Ja, en dan moet ik gewoon €53 betalen. Ik word er zo boos van. Dan denk ik van, ik werk zo hard voor mijn geld. Ik ben niet iemand die alleen van YouTube leeft. Zou ik ook nooit willen, want ik hou van mijn werk. Ik werk met ziel en zaligheid in de zorg. En je betaalt ook heel veel gemeentebelasting. Je betaalt je parkeer of je autobelasting. Je betaalt benzine. Je hebt je auto gekocht. Het is niet dat je nooit iets betaald hebt aan je auto. Autorijden is al gewoon heel erg duur. En dan komt er ook die boete nog bovenop. En misschien ben ik nou wel gewoon aan het zeiken. En denk ja, het is toch terecht. Want de tijd is verstreken. En dat jij een blessure had, daar kan de gemeente niks aan doen. Klopt ook wel. Maar ik word er gewoon boos van. Dan denk ik, verdomme, ik werk er zo hard voor. En misschien zou dat niet zoveel moeten schelen. Of je er wel of niet hard voor werkt. Kijk, je beroep maakt niet uit. Ik bedoel, als je hard werkt, werk je hard. Ik wil niet zeggen, omdat ik verpleegkundige ben, dat je me geen boete mag geven. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar verdomme, denk ik dan. Maar ja goed, ik ga hem gewoon betalen en daarna loslaten. Want als ik hiermee blijf zitten en over blijf chagrijnen, dan hebben ze me nog meer. En ik gun ze dat plezier gewoon niet. Maar ik ben er wel gewoon even boos om. En ik denk ook van, misschien ga ik nou heel erg me op glad ijs begeven. Maar waarvan mensen zitten daar, weet je wel? Oh lekker eventjes mensen pesten of zo. En misschien is dat heel cliché gedacht en is dat ook helemaal niet waar. Maar het zou mijn baan niet zijn hoor. Geef mij dan maar gewoon een baan zoals ik nu heb waar ik mensen kan helpen in plaats van mensen pesten gewoon, want dat vind ik het gewoon. Maar goed, misschien zie ik het nou wel even te zwart, toch? Ik ga even wat op Flink bestellen, want ik ben te lui en ik heb ook eigenlijk helemaal geen tijd om boodschappen te gaan doen, maar ik heb wel wat nodig. Ik weet niet of Flink alleen landelijk of alleen regionaal is of ook landelijk, maar volgens mij zie ik ook gewoon op de televisie reclames. Ik denk dat het, ja, voor Nederlanders dan landelijk is. Ik weet niet of Belgische mensen ook op Flink kunnen bestellen. Het is gewoon een supermarkt die echt gewoon binnen een half uur bezorgt.
Dus ik ga dit even bestellen. Ik vind het ook niet eens zo gek veel duurder. Ja, de bezorgkosten zijn duurder, maar alles wat je zeg maar uitspaart doordat je niet in een impuls aankoopt komt, is veel groter de hoeveelheid die je uitspaart. Ik ben zo ontzettend moe. En ik weet er wel van. Ik ben gewoon weer heel dag aan het sjouwen geweest. En gewoon met allerlei dingen bezig geweest. Onder andere voor YouTube. Want ik wil dus heel graag dat zeg maar op vakantie dat ik niks voor YouTube hoef te doen. Maar dat het mag. Kijk, vloggen dat ga ik sowieso doen. En shoptrips en zo. Maar dat ik zeg maar al mijn spullen of al mijn videomateriaal op mijn computer heb staan. In mapjes netjes. Dat ik ook niet hoef te gaan zoeken. En dat ik die kan bewerken in het vliegtuig als ik daar zin in heb. Maar dat er ook video's op mijn YouTube kanaal staan die ik online kan zetten als ik daar geen zin in heb. Een soort van reservevideo. Of ja, reservevideo's zijn het dan niet. Maar video's die in ieder geval gewoon ja, ook een keer online kunnen. En ik ben gewoon een beetje bezig geweest met van alles. En eigenlijk heb ik nog steeds niet veel gedaan. Maar niet echt wat ik eigenlijk zou moeten doen. Gewoon mijn vakantievoorbereidingen. Anywho, en ik wil eigenlijk ook gewoon mijn huis heel netjes achterlaten voor degene die hier tijdelijk komt logeren. En ja, maar ik ga toch maar even mijn koffer inpakken. In ieder geval de grote dingen. En daar ga ik je even meenemen ook. Dit zijn de grote drie dingen die meegaan. Je mag bij United een ruim bagage. In de cabine mag je een klein koffertje dan wel handtas hebben. Nou, ik neem maar een koffer mee. Want daar gaat ook weer heel veel mee terug. En een persoonlijk item. Nou, daar gaat eigenlijk alles in wat ik tijdens de vlucht nodig heb. Nou, het is 14 uur vliegen. Dus ik wil wel iets meenemen een en ander. Mijn laptop onder andere. Als ik zin heb dat ik dan mijn video's kan bewerken. En als ik geen zin heb, is dat ook gewoon helemaal prima. Ik bedoel, ik heb ook wel vakantie. Dus mag ook wel gewoon niet. Ik pak even een wasmand. En dan ga ik wat... Ik ga gewoon alles hier openleggen. En beneden nemen wat ik mee wil nemen. Het eerste wat ik echt niet wil vergeten is een bikini en mijn handdoek. Die zou je natuurlijk daar kunnen kopen. Maar waarom zou je het kopen als je het hebt? En ik neem toch voor de zekerheid ook deze oliespray mee met SPF 20. Want misschien is SPF 30 nodig voor aan het zwembad. Daar gaan we ook lekker een dagje doen. Ook gewoon ontspannen. We zijn ook op vakantie natuurlijk. Niet alleen maar dingen ondernemen. Maar gewoon voor in de stad te lopen is SPF 20 eigenlijk prima. En dan kleur ik misschien nog een beetje bij. Ik neem sowieso een korte spijkerbroek mee en deze korte, misschien is een rokje ook wel leuk. Ja, ik draag eigenlijk nooit rokjes, maar waarom heb ik ze dan nog? En deze groene palmbomen korte broek is ook leuk. Dan heb ik ook een wat neutraler shirtje nodig voor erop. Deze bijvoorbeeld, die kan erop. Ik heb zoveel opties joh. Veel te veel kleren, maar ja. Ja, dit heb ik een tijd geleden allemaal heel netjes opgeruimd weer. En ik ga het ook allemaal weer netjes achterlaten hoor. En ik denk maar een jurkje of 2-3. Hangt er beneden ook nog een aan de waslijn. Die ga ik ook meenemen. Maar eerst ga ik zorgen dat dit weer allemaal netjes is. Ik neem echt niks met lange mouwen mee. Want de kans dat het daar koud wordt is zo ontzettend klein. Misschien wel iets van een pyjama meenemen. Eigenlijk slaap ik altijd op een nachthemd. Is een nog beter idee. Eigenlijk slaap ik altijd in mijn ondergoed. Maar ik weet niet. Ja, trouwens, Inge zal er niet zo'n probleem vinden dat ik in mijn ondergoed slaap. Maar ik neem maar een nachthemd mee. Slaapt ook gewoon lekker. En deze twee dingen neem ik ook mee. Dit is een opvouwbare rugzak. En dit vind ik handig voor als we een dagje weggaan. Om je portemonnee in te doen en dat soort dingen. En deze is ook gewoon handig om je vieze was in te doen. Dat het niet... Ja, want we gaan dus naar twee steden. En dan ligt het schoon niet door de vieze was heen. Of de vieze was door de schone was, net hoe je het wil zien. Dat is een mannesgrote zak. Zoals we hier in Brabant zeggen. Had ik niet verwacht. Maar ik leg hem plat in mijn koffer. En dan ga ik alles maar even zo erin doen. Ik heb toch maar dit jurkje ook nog meegenomen. En dan ga ik netjes doen, moet je echt met twee handen doen. Ik denk dat ik er voor de vorm ook maar wat kleren daarin doe. Want ik weet niet wat de douane daarvan vindt als je één leeg koffertje gewoon meeneemt. Dus voor de zekerheid doe ik ook maar wat kleren in het kleine koffertje. En geen elektrische apparaten trouwens, want anders moet je er bij de douane allemaal weer uithalen. En ook geen flesjes en zo. Alles wat ik mee moet nemen aan Flevolt en Deo vind ik wel fijn om mee te nemen. Doe ik allemaal daar en dat ik het gewoon makkelijk eruit kan zeulen. Mannen, het is niet zoveel hoor, maar ik heb wat dollars gehaald. Zodat we in ieder geval onderweg op het vliegveld zijn. Kunnen het vliegveld ook wel pinnen, maar het is gewoon fijn om het op zak te hebben. Weet je, dat je iets kunt kopen om te drinken of wat dan ook. Ik neem aan dat je in het vliegtuig ook met euro's kunt betalen en kunt pinnen met creditcard en zo. En dit gaan we in de pot doen en dan gaan we gezamenlijke dingen van kopen, eten en drinken en zo. Wat ik al zei, het is niet zoveel, maar dan hebben we in ieder geval dat we even vooruit kunnen.
Ik denk dat ik ook maar gewoon mijn Echo's meeneem. Want we gaan daar ja, toch best wel veel moeten lopen en zo. En van de Alcatraz en zo. Dan heb ik in ieder geval schoenen. Die moet dan wel even onderop zetten. Dat is een beetje vies wat ik nou doe. Oh, ik ben ook gewoon zo niet goed in organiseren. Dat soort dingen. Ik kan dit soort dingen gewoon helemaal niet. Maar ja, ik kan weer andere dingen, zullen we zeggen. Nou ben ik weer 100 andere dingen tegelijk aan het doen. Of 100 dingen tegelijk. Nou ben ik bijvoorbeeld weer een zakje aan het maken om in mijn handbagage mee te nemen. Ik wilde ook nog reinigingsdoekjes in doen. Maar misschien moet ik even een klein pakje gaan kopen van Nivea. Want ik heb alleen maar een groot pakje en dat past niet in dit zakje. En deze lippenbalsem van Catrice uit de limited edition van de Jungle Book. Daar kon je een review van zien. En over die hele lijn was ik zo razend enthousiast. Echt lang geleden heb ik er zo enthousiast over was. Maar en dat vind ik gewoon fijn. En het verzorgt en het heeft een leuk kleurtje. En ik denk dat ik ook gewoon alleen maar wat oogmake-up op doe. Want gezichtsmake-up blijft echt niet zitten totdat we in het hotel zijn. Ik bedoel, ja, het gaat een lange dag worden. En deze zakken komen van de IKEA. En daar ga ik mijn ondergoed en mijn BH en hemden en zo in doen. Ja, mijn ondergoed gewoon. Onderbroeken, ondergoed. En dit zijn altijd gewoon fijne zakken ook gewoon om bij je te hebben. En ik heb natuurlijk een zak nou voor de was. Maar het is gewoon fijn om dit gewoon te hebben. Ook voor terug, hè, dat de dingen niet gaan lekken en zo. En in dit tasje kan ik dan al mijn belangrijke dingen in doen. Mijn reispapieren zitten er ook meerdere vakjes in. Nou, dat is jammer. Want dan zou ik bijvoorbeeld ook nog iets voor mijn batterij, voor mijn camera en zo in kunnen doen. Maar misschien kan ik daar toch een apart tasje voor moet pakken. Maar deze kan ik dan tot aan het vliegtuig, tot aan de douane om mijn nek doen en daarna in mijn tas doen. En dan heb ik alles gewoon bij de hand wat belangrijk is. Ik heb hier nog een brillenkoker. Ik denk dat ik daar dan reserve dingen voor mijn camera en zo in kan doen. Onder andere een reserve SD-kaartje en dat soort dingen. En mijn oplader natuurlijk. Ik neem meerdere batterijen mee. Maar ik neem ook alleen mijn vlogcamera mee trouwens. Niet mijn grote Canon-camera, want ja, het kan alleen maar kapot. En ik ga toch vloggen, ik ga daar toch geen video's opnemen. En als ik er een shoplog of zo wil opnemen, omdat ik het dan thuis, hè, dat ik het ook gewoon meteen lekker kan gebruiken, daar dan kan ik ook gewoon prima mijn vlogcamera pakken. Ik neem denk ik ook lekker geen portemonnee mee. Ik denk dat het gewoon alles hierin kan, dat prima is. Ik vind hier nog een oude VIP, ja, VIP zeggen wij. Kaart van de Sephora, die neem ik ook maar mee. En mijn rijbewijs en mijn creditcard en mijn verzekeringspasje neem ik ook mee voor de zekerheid. Hoewel je wel tegenwoordig alles online kunt vinden. Deze is trouwens van de Franse Sephora. Ik hou even mijn duim op mijn achternaam. Dat is ook gepersonaliseerd, vind ik ook leuk. Maar goed, daar heb ik in Amerika niks aan. En mijn kruidvatpasjes en zo en bonuskaarten, zwemabonnementen, kan allemaal thuis blijven. En de zuster in mij houdt met alles rekening. Paracetamol met codeïne. Paracetamol zonder codeïne. Codeïne zeg ik. Cafeïne. Codeïne is iets anders. Cafeïne. Laxeertabletten. Tegenovergestelde diarreeën. Smaaktabletten. Ibuprofen heb ik normaal ook. En dat is heel slecht voor een dialyseverpleegkundige. Want dat is echt heel slecht voor je nieren. Schepsels heb ik ook nog. Maar ja, als je hoofdpijn hebt dan bijvoorbeeld. Dan moet je iets. En vitamine D schijnt goed te moeten helpen tegen de jetlag. Ik wilde nog heel even medisch onderzoeken. Dus eventjes in PubMed duiken of het echt zo is. Maar baat het niet, dan schaadt het niet. Dus dit potje gaat mee, maar dit gaat wel in mijn gewone toilettas. En dit ding vind ik gewoon handig om mee te nemen. Dat ik het op vakantie, als ik er ben, in een dispensertje kan doen. Want ik neem het wel gewoon in de doosjes mee voor het geval dat ze bij de douane of weet ik veel waar moeilijk gaan doen. Over medicatie die ik meeneem. Het zijn geen hele gekke dingen, maar je weet het nooit. En dan is het beter om gewoon het in doosje te hebben. Dat ik laat zien, maar kijk, ik heb het echt van de apotheek. Maar deze neem ik wel mee om het daar in een dispenser te doen. En de meeste dingen, elektronica dingen, doe ik echt de ochtend voor vertrek hier pas in. Zodat ik zeker weet dat ik het bij me heb. En dan kan ik het ook nog tot die tijd gewoon gebruiken. Dat vind ik gewoon fijn. Hier zitten mijn arme konijntjes in. Hè? Ja, schatjes, dat is niet leuk. We gaan gewoon naar Tante Robi en dan kunnen jullie weer in je kooi en je ren. Ik vind dat zo zielig, maar ik kan even niet anders even een oortje aaien hier. Hallo, schat. Ik wil heel de tijd, terwijl ik bezig ben, tegen mijn konijntjes praten. Maar dat heeft niet zoveel zin, hè? Ik bedoel, ze zijn er niet. Ik weet toch veel van die monsters en terroristen houden. Ook al plassen ze naast hun toilet, bijten ze mijn kabels kapot, maken ze zooi en herrie en maken ze me s'nachts wakker omdat ze aan het stampen zijn. Ik hou van die kleine monsters. Echt zoveel. En dan merk je pas als ze er niet zijn even. Ik ben af. Ik heb net eigenlijk mijn hele huis zo goed als gepoetst. Omdat ik wil dat degene die hier komt ja, een beetje netjes mijn huis aantreft. Die vriendin die komt. Maar eigenlijk denk ik ook van weet je, wat ben ik mezelf aan het opleggen. Want ik ben ook allemaal met details bezig geweest in mijn huis. Dat ik denk van
waarom doe ik mezelf dit aan? Ik bedoel, ja, en dan is het wel dat als ik dan terugkom dat het dan geordend is. Want degene die er komt, die houdt het dan ook netjes bij. Hè? Tenminste, dat heb ik gevraagd. En dat zal ze ook vast wel doen. Maar dan denk ik ook van wie moet ik nou in vredesnaam nu, de dag voor ik op vakantie ga, de bak onder mijn trap waar allerlei zooi zit uitzoeken? Dat moet toch van mezelf, weet je? En mijn tuin doen, nou ja, die heb ik niet gedaan. En nou denk ik ook van, nee, ja, dan maar niet. Weet je, het is gewoon niet fijn om helemaal oververmoeid op vakantie te gaan. Dus ik ga nou gewoon heel even chillen. Ik ga vanavond naar mijn ouders en naar mijn broers, schoontjes en mijn kleine nichtje even een knuffel geven voor ik op vakantie ga. En dan ga ik nou gewoon heel even een beetje relaxen. Ik ben daar heel erg aan toe, merk ik. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Dit was de vlog. Ik hoop dat je het leuk vindt. Zou je willen vragen om te abonneren. Even indruk op de rode knop. Maak je me heel erg blij mee. Ik ga lekker even chillen. En ik zie je heel graag de volgende video. Er komen snel Amerika vlogs online. Dankjewel. Doei.